De VSB Young Management heeft vanmorgen de Young Entrepreneurship and Leadership Seminar Suriname georganiseerd. Deze activiteit was deels virtueel en deels fysiek en is gehouden in het Telesuur opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg. Anfit Ramlakan, voorzitter VSB Young Management, zegt dat de organisatie in 2019 is opgericht en er speciaal is ten behoeve van. Wat belangrijk is voor jonge entrepreneurs is niet alleen het theoretische, maar ook wat je in de praktijk leert, meent Ramlakan. En vandaar dus dat er senior established professionals zijn uitgenodigd, maar ook young entrepreneurs zijn uitgenodigd, waardoor je eigenlijk een klankbord creëert tussen beide groepen en je dan ervoor kunt zorgen dat je eigenlijk de rode draad tussen alles dat een young entrepreneur zou moeten weten, de tips, de tricks, de valkuilen, de challenges, de opportunities, allerlei verschillende aspecten en competenties die ze zouden moeten beheersen, dat ze dat in één keer meekrijgen. En dat is dan de reden waarom we de seminar van vandaag hebben georganiseerd. De interactie zou sowieso ideaal zijn indien we fysiek bij elkaar zouden zijn. Helaas is COVID-19 daar een showbreaker voor, maar niet erg. Vandaar dat we gekozen hebben voor de hybride opstelling, waarbij dus dan de sprekers en de contributors fysiek op Telesuur TOC aanwezig zijn. En alle andere participanten die mochten dan online via Zoom inloggen. En wat ik kan aangeven is dus dat de interactie er sowieso in zat, alhoewel het virtueel was. Zag je nog steeds de interactie met de vragen die de participanten hadden, gesteld naar toe de sprekers en de contributors en de more senior established and young professionals van Suriname. Dus de interactie zat er sowieso in. Warsha Sharju, operations directeur van Rudisa Group, benadrukt dat doorzetting erg belangrijk is voor jonge startende ondernemers. Deze groep heeft meestal niet alle kansen voorhanden en daarom is zo'n seminar nodig, meent zij. Mike Antonius, directeur van Telesuur, is van mening dat jonge entrepreneurs geen argumenten moeten zoeken, maar hun plannen gewoon moeten uitvoeren. Ik vind het een geweldig initiatief en ik denk dat dit altijd nodig is. Je hebt altijd mensen nodig die jongeren blijven inspireren en ze de juiste pad wijzen. Want het kan heel moeilijk zijn in het begin, want dan zit je in de diepte en je weet niet waar je naartoe moet. Want er zijn zoveel options. En het is altijd handig als je een counterpart hebt die je kan vragen, hey, hoe moet ik dit nou eigenlijk doen? En is het veel makkelijker natuurlijk om succesvol te zijn. Als je een plan hebt, als je een idee hebt, je kan er van vandaag tot morgen over blijven praten. En je kan vandaag tot morgen blijven zoeken naar wiens schuld het is. En blijven in die anomiecultuur. Maar het begint bij jezelf. Gewoon beginnen te doen. En vandaag zijn er prachtige voorbeelden ook geweest van jonge ondernemers die durven te doen. Weet je, ondernemen is niet iets waarbij je gaat praten alleen. Natuurlijk moet je nadenken over wat je gaat doen, maar je moet gewoon beginnen. Dat was dus Mike Antonius, directeur Telesuur. Dit eendaagse seminar valt onder het strategisch plan van de VSB Young Management. Ze is de toonaangevende organisatie voor jonge entrepreneurs in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar.